eigenlijk het nastreven van duurzaamheid. En van hoe je in een transitie kan komen naar een betere wereld. Hallo, ik ben Marjan. Welkom bij Cineart Noord. We kijken naar de opening van het binnenterrein in de Hooglandstraat. Nou, we staan op het gerenoveerde binnenterrein van de Hooglandstraat. Ik ga met Mina praten van Woonstad. Wat is nou zo bijzonder aan dit terrein? Nou, als eerst, we hebben dit terrein heringericht in samenwerking met onze bewoners, de omwonenden hier. En die hebben gewoon een hele grote inbreng gehad bij het ontwerp. En dit is eigenlijk het resultaat. Ja. Daar zijn we heel erg trots op. Nou, was hier in beginjaren dan, een paar jaar geleden. Dan was hier alleen maar gras en een beetje bosjes. Veel rotzooi van de bewoners. En dan met Woonstad besloot hier het hele handeltje op te knappen. En ja, je ziet het, hoe mooi het geworden is. Ja, dus jullie hebben zelf inspraak gehad? Ja, we hebben allemaal inspraak gehad. We hebben allemaal wat mogen zeggen hoe we het wouden hebben. En ook de kinderen. En ja, er zijn bepaalde dingetjes zijn afgevallen. Ja, bepaalde dingen zijn er weer bijgekomen. Dus ja, maar zeker, je ziet hoe mooi het is met al die lichtjes. En hoe lang heeft het geduurd van de plannen zeg maar, tot uitvoering? Het is ruim 2 jaar geduurd. Best wel lang. Ja, nou de ene keer kon dit wel, de andere kon dit weer niet. Ja, want je moet rekening met je waterafvoer houden en met je stroomtoevoer. Dus ja, dan komt er allemaal even tussendoor waar we geen rekening mee hebben gehad. Hoe vind je het geworden? Heel erg mooi hoor. Ja? Heel erg mooi. Wat vind je er dan mooi aan? Echt mooi. De schommels, alles van. Bij alles is veranderd. Ja, want kwam je hier eerder ook al of niet? Ja, ik kwam in de zomer heel erg vaak hier, maar toen was het nog heel erg troep. Vind je eigenlijk dat er genoeg speeltoestellen zijn voor kinderen hier in de buurt? Ja, echt, ik meen het, het is echt veel. Het is niet veel? Ja, het is wel veel hoor. Ja, hier, maar verder in de buurt? Verder in de buurt ook wel. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Onze plein daar, Johan Ederplein, gaat toch wel ook veranderen in een speelplein van gras. Ja. Hey, jij woont op het Meester Willemterrein, daar hebben we natuurlijk ook allemaal speeltoestellen. Ja, we hebben een achterplein, die ligt achter ons. Daar is dat is groot net als dit. Wat vind je mooier, Meester Willemterrein of dit? Allebei. Ik had met al een bewoner gesproken, Theo. En, ja, dat is onze sleutelbeheerder. Ja. En toen vroeg ik aan, want het heeft, het terrein bestaat best wel lang. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er dan zoiets leuks mee gebeurd is? Nou, we zijn er eigenlijk in 2008 zijn we ermee gestart. Toen heeft mijn collega het op zich genomen. En toen is er een ontwerp gemaakt, ook in samenwerking destijds met bewoners. Maar het afwateringssysteem is destijds dus niet meegenomen. En in dit nieuwe plan is dat wel gebeurd. En daarom heeft het dus enige tijd geduurd voordat we uiteindelijk tot de uitvoering konden gaan. Ja, maar ik bedoel eigenlijk ook voor die tijd. Daarvoor? Daarvoor ja. Was het van de deelgemeente. Wij hebben het een paar jaar geleden van de deelgemeente gekocht. Ja. In 2007 hebben we het gekocht. In 2008 zijn we ermee gestart. En nu 2010 is het uiteindelijk goed gekomen. Dus jullie hebben eigenlijk gelijk bedacht van er moet iets mee gebeuren? Ja, we hebben het aangekocht en gelijk ook met het idee om er iets van te maken ook voor de bewoners. Ja. Ja, waarom is het zo belangrijk voor jullie? Nou, omdat de bewoners er ook gebruik van kunnen maken. Want het is ook toch wel een heel groot terrein en het is ook zonde als je er ook niks mee doet. Ja. De grond, dat moeten ze nog inzaaien. Dat moet eerst nog gevreesd worden. Maar 2 weken geleden kwam de vorst, dus ze konden verder niks meer doen. Dus dat leg even stil. Maar zo gauw als de vorst uit de grond is, dan wordt het hier al een beetje allemaal gevreesd en gelijk gemaakt. En dan wordt er gras gezaaid. Maar de kinderen hebben ook inspraak gehad, dus die zullen wel de speeltoestellen uitgezocht hebben, denk ik. Ja, die hebben zelf uit mogen kiezen wat ze het liefst wouden hebben. Jullie hadden boekjes of zo met ideeën, of heb je helemaal zelf wat bedacht? Nee, maar de voorbeelden.
Ja, dat hebben we aan de kinderen ook laten zien. En ja, ook aan de grote natuurlijk. Nou, de kinderen vonden dat het mooiste. En het leukste dus. Speel je dan ook met iedereen? Ja. Ja, niet met iedereen natuurlijk, maar met heel veel verschillende kinderen? Ja, Turken, Marokkanen, soms Surinamen en soms Nederlandse Antillianen. Soms. Vind je dat misschien ook leuk dat er zoveel verschillende mensen wonen? Ja. Ja, we hebben een rustiger gedeelte, dat is aan die kant, zeg maar. Want daar zit ook een 55-plus complex en die hebben specifiek gevraagd om een rustiger gedeelte. Want ze willen niet de speelgedeelte aan die kant hebben. Dus daar hebben we heel rekening mee gehouden. En het speelgedeelte is dus nu aan die andere kant is dat ingedeeld. En het rustige daar, ja. Dus daar hebben jullie ook opgelet van wie waar woont? We hebben ook geluisterd naar de bewoners. En zo hebben we ook die indeling gemaakt en zo ook uiteindelijk dat ontwerp laten maken. Staat er nog meer in het verschiet in de toekomst wat jullie hier in de wijk gaan doen? Dit is de vierde terrein die we de afgelopen 2 jaar hebben heringericht. En voor de rest, qua terreinen, hebben we ze nu eigenlijk allemaal een beetje gehad. Je bent sleutelbeheerder. Is het nou de bedoeling dat het alleen voor bewoners van omliggende woningen is? Of kunnen ook andere mensen hier naar binnen? Nee, het is voor iedereen toegankelijk. Dus als je een paar straten verder bent, mag je hier ook komen spelen. Het is niet speciaal specifiek voor hier in de buurt. Het is echt voor iedereen ook. En wanneer is hij open? Hij gaat om 9 uur gaat hij open. En s'avonds om pakweg 7 uur gaat hij dicht. Ook in de zomer en winter? Nee, in de zomer dan blijf ik zeg maar tot 1 uur of 10 open. Jullie komen op voor de arbeiders. In de Schieveenstraat wordt aan duurzaamheid gedaan. Wat is Opzuinig? Opzuinig is een campagne die we volgend jaar gaan starten. Waarbij we heel veel mensen in Rotterdam gaan opleiden tot milieucoach. En die milieucoaches die gaan weer in eigen kring, in een buurt, buurthuis of in een straat. Andere mensen voorlichten over onder andere energiebesparing, waterbesparing, afval, duurzaamheid. De isolatie van woningen is bijvoorbeeld heel slecht. Maar ook kan er heel veel gebeuren op het gebied van dubbelglas. Maar ook modernere verwarmingsketels. Vorig jaar zijn we gestart in de Tarbewijk. Daar hebben we 11 of 12 mensen opgeleid tot milieucoach. En die hebben weer in nog geen 6 weken tijd 200 andere mensen benaderd. En dan hebben ze ook 2 of 3 bijeenkomsten weer belegd bij mensen thuis. Dus dat is heel succesvol geweest. En daarom gaan we weer verder daarmee. Mee? 25.000. Met z'n allen komt het op een besparing van CO2-uitstoot van 14.372. Klinkt dat veel. Ja, dat klinkt heel veel. In euro's is dat een besparing van, en daar komt hij, 6.188 euro en 50 cent. Dat hebben jullie lekker onderling verdeeld, zeker? Was dat maar waar. Daar goed, ik heb er niks van. Dat is 25. Nee, maar dat is exclusief de extra's, want mensen konden op het formulier extra dingen bedenken, uitdagingen, die zijn... daar hebben we een paar dingen van en dat is zoveel mogelijk fietsen, hè? Dus minder met de auto. Ja, korte afstand. Korte douchen. We hebben een buurvrouw die doet eerst het koude water opvangen voordat het warme water komt. En dat gebruikt ze dan voor de bloemetjes in de tuin. En de bijlen. Nou ja, op zich is dat een goed idee. Nadat zij die tip mij gegeven heeft, Het recyclen van papier en glas, dat doet bijna iedereen. Er is er ook een, die heeft een zonneboiler. Echt waar? Zo, die hebben we nog een. Dat was eerst een klushuis. En die heeft dat vanaf de grond tot aan boven, inclusief de dak. Ja. Die heeft een zonneboiler, maar ook water... Terugdien. Ja, zoiets. Voor het toilet, regenwater. Ook, ja. Zoiets. Ja. Zo, dat is lekker. Ja. En vroeger naar bed had iemand gezegd, en dan echt alles uitzetten. Ja. Televisie uit, radio uit en dat soort dingen. Ja. En eigen boodschappentas. Oh, je geen plastic tasjes meer? Yes. Oh, op die manier. Okay. Ja. Daarnaast hebben we ook nog een plan om woningbouwverenigingen en woningbouwcorporaties te betrekken. Eigenaren van woningen te betrekken bij de campagne. We hebben bedacht dat we eind volgend jaar ook de Rotterdam Winterklaar campagne gaan starten. Wat is het Rotterdam Winterklaar project?
Rotterdam Winterklaar, dat is heel erg gericht op woningbouwcorporaties, maar ook particuliere eigenaren van woningcomplexen. Die willen we wakker schudden om ook veel meer te gaan doen aan energiebesparing. Dat is heel erg nodig, want heel veel woningen zijn nog zeer slecht geïsoleerd. Sluit heel goed aan ook bij Opzuinig, want daar gaan we naar de bewoners toe en de huurders toe van woningbouwcomplexen om ze voor te lichten over wat ze zelf kunnen doen. Daaropvolgend proberen we ook de eigenaren, de woningbouwvereniging, maar ook particuliere eigenaren aan te pakken. Dat klinkt een beetje heftig, maar we proberen ze wakker te schudden. Dus ook iets gaan doen met energiebesparing in de complexen. Dan waren jullie onlangs ook in het Bolwerk. Wat is daar nou precies gebeurd? Nou, er zijn heel veel opzomerstraten in Rotterdam, meer dan 2000, waarvan er heel veel actief zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hebben ze dit jaar ook laten zien. Heel veel opzomerkids zijn ermee actief. Die zijn de deuren afgeweest en hebben mensen een uitdaging aangeboden om iets te doen in hun huis. Bijvoorbeeld allemaal spaarlampen indraaien of de was iets minder warm wassen of één dag echt zonder vlees eten. Of het openbaar vervoer gebruiken. Nou, die uitdaging zijn ze aangegaan. En heel veel mensen hebben gezegd, nou dat doen we. We doen één of twee van die dingen die jullie aanbieden. En hebben ze een handtekening voor gezet, zogenaamd. En dat hebben ze ook gedaan. En er zijn heel veel mensen dus mee actief geworden. En hebben heel veel milieudingen gedaan in hun eigen huis. En als vervolg daarop zijn we naar allerlei opzomerstraten toegegaan. Waaronder de Schieveenstraat. Hoe registreer je dat dan? Moesten ze dat zelf opschrijven en dat jullie dat binnenkregen? Of? Ja, de formulieren moesten ze gelijk aankruisen, okay. Ondertekenen, invullen wie ze waren en uit hoeveel leden het gezin bestaat. Ja. Die formulieren werden weer gelijk mee teruggenomen. Heb ik dus berekend thuis. Okay. En de formulieren moesten ook weer terug naar Opzomeren. Oh, ja. Dus Opzomeren zou eventueel ook de berekeningen hebben kunnen doen. Ja. Maar ik weet niet of dat... Maar wij vonden het leuk om de bewoners, omdat ze actief meededen. We hebben ons eigen straatnieuws en dan vonden wij het wel belangrijk om een berekening te maken. Gewoon, om ook te laten zien hoeveel in 25 gezinnen, €6.188. Dat is enorm. In één week. Ja. Ik denk, dat is geld verdienen. Ja. Hoe gaan jullie er hiermee verder? Nou, we gaan in ieder geval mensen een avond aanbieden. Dat hebben we nu in de Schieveenstraat gedaan, in Parnis. En we gaan ermee verder. Waar we voorlichting geven over Opzuinig. Dus energiebesparing, waterbesparing, duurzaamheid. En daarna gaan we ook iets in de buurt doen. Bijvoorbeeld in de Schieveenstraat gaan we volgende week een duurzame kerstboom optuigen met LED-lampjes en ook lampjes die op zonne-energie gaan. Dus het wordt de eerste duurzame kerstboom in Rotterdam, denk ik. Heb je nog meer voorbeelden van dat soort initiatieven? In Pernis hebben we bedacht dat er wel wat heel leuk zou zijn om in het buurtgebouw een soort markt te organiseren. Dus om nog meer mensen te betrekken bij duurzaamheid. En... dat komt volgend jaar, dan gaan we daar verder over praten met ze. Dus allerlei bedrijven uit te nodigen. En het milieucentrum is er dan ook. En daar gewoon allerlei duurzame producten aan te bieden. Maar ook voor het verbouwen van je huis. En hoe krijg je je huis nou zuiniger, dus opzuinig. Hoe krijg je allerlei energiebesparende maatregelen. Wat kun je allemaal doen? Nou, dat gaan we organiseren. Nou, daarnaast blijven we dus heel erg actief om mensen te werven voor onze cursus. Zodat ze... milieucoach kunnen worden. Nou, hebben jullie binnenkort weer een groene klimaatconferentie. Wanneer is dit? Nou, het is de groene conferentie. Die is op 14 december in het Arminius debatcentrum. Dat is het Arminiuskerk, zeg maar. Dat gaat helemaal over groen, Rotterdam, de groene stad. Kun je even afvragen, is Rotterdam een groene stad? Of moet die het nog worden? Wat gebeurt er op dat gebied? En onder andere hebben we het dan over verbindingen, groene verbindingen in de stad. Dus parken en singles die aan elkaar verbonden worden. We hebben het over klimaatadaptatie. Dat is een beetje een moeilijk woord voor proberen de veranderingen in het klimaat voor te zijn. Wateroverlast, dat soort zaken. We hebben de uitreiking van de prijzen voor de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam.
En de Groene Vogel natuurlijk ook dit jaar weer. Dat is een vrijwilligersprijs voor iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van natuur en milieu. Even praten, zeg maar, ze hebben een soort debat met de deskundigen in de zaal over Rotterdam, de groene stad. Aan de oever van de Rotte woont een oude ooievaar. En die koopt zijn diepvriesvisjes op de Noord. In de Propeller was een inloopavond over het singelplan van de Proveniers en de Spoorsingel. We waren vorige week bij de Propeller waar kinderen aan een linoleumsnede werkten. Deze kinderen komen uit de Provenierswijk. Het onderwerp was het singelplan. Vandaag worden deze werkjes onthuld door portefeuillehouder Harika. Nou, vandaag is in het kader van het singelplan. Het singelplan dat gaat de komende periode uitgevoerd worden. We zijn nu in de fase van tekeningen maken, verder met de bewoners praten. Lantaarnpalen diet, brug enzovoort, gras, wat voor stenen moeten er komen. Maar elk moment in het kader van het singelplan hebben we een activiteit. Nou, soms doen we dat met volwassenen, bewoners, gaan we wandelingen maken rondom de singels. Maar deze keer hebben we voor de school gekozen en de klimopschool, die zit hier ook in de buurt. Nou, de kinderen die op school zitten, die maken ook gebruik van die routes, van de singel. Dus van de Provenierswijken, die gaan naar de klimopschool. En wat ze gedaan hebben de afgelopen periode, is dat ze, wat ze zien op de singels, hebben ze daar een tekening van gemaakt. En dan dus maken we eigenlijk een beetje een educatief programma van, zodat de kinderen ook een beetje betrokken zijn bij de ontwikkeling van het singelplan. Dat is eigenlijk de bedoeling van dit. Een beetje tekenen, maar ook een beetje betrokken bij het singelplan. Nu zijn we hier bij een inloopavond. Wat wordt hier precies allemaal uitgelegd? Wat hier wordt uitgelegd, dat is, wij presenteren hier vanavond het definitief inrichtingsplan voor de Spoor- en de Proveniersingel. Dat is onlangs vastgesteld door het dagelijks bestuur van de deelgemeente. En omdat we een heel uitgebreid en lang communicatietraject met omwonenden achter de rug hebben, waarin we regelmatig het plan hebben bijgesteld, hopen we eigenlijk nu een plan te laten zien aan bewoners, waarbij men ook zaken herkent die voor de verschillende mensen van belang zijn geweest. Als Amsterdam grachten heeft Rotterdam singels, maar die stonden er op dat moment niet zo goed bij. Die waren in een aantal gevallen vervuild en een beetje verwaarloosd wat de oeverbegroeiing betreft en zo. En het toenmalige college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat alle singels opgeknapt moeten worden. En wel zo dat ze weer teruggebracht worden in de staat van het oorspronkelijk ontwerp. Ik werd gevraagd door iemand of ik iets voelde om een beeld te maken in de Provenierswijk. En ze dachten dat ik dat niet zou doen, maar ik deed het ontzettend graag, want mijn roots liggen hier. Op de Proveniersingel weet ik, ik was met mijn grootouders, daar liep ik een keer, en toen kwam er een hele grote zwaan, en als kind steek je je vinger uit, en die beet in mijn vinger. En toen voelde ik die krassen van een zwaan. Dus voor het eerst dat ik toen zoiets meemaakte. Dus ja, en daarom, ik had eerst een grote zwaan getekend. Maar dan kom je in de praktijk later. Een zwaan met vleugels, met scherpe punten. Nou, dat achteraf leek ons dat met de hele gemeenschap niet zo geschikt. En toen kreeg ik ineens een per ongeluk zo een schetsideetje van vier ketels op elkaar. Ik denk, nou, dat lijkt me prachtig. Dat in de singel, in het water. En ik zie dan dat donkere water. En toen heb ik uitgedacht, wat is nou een goede kleur in dat water? En toen ben ik tot de eindconclusie gekomen dat eigenlijk oranje, een bijzondere kleur oranje, dat de beste kleur is die daar komt. Kan. Wat gaat er gebeuren? De singels worden opgeknapt, zoals wij dat dan noemen, van gevel tot gevel. Dus dat zie je ook echt van gevel tot gevel. Behalve in een enkel geval, zoals hier bij de Spoorsingel, daar heb je voortuinen. Nou, aan de voortuinen doen wij niets, want dat is natuurlijk particuliere grond. Maar in principe betekent dat dus dat de trottoirs, de parkeerstroken, de bestrating van het rijgedeelte, de beschoeiing compleet met beplanting,
en de besproeiing aan de andere kant enzovoort enzovoort vernieuwd worden. En dan worden ze dus ook weer teruggebracht in de staat zoals dat oorspronkelijk was. Hier moet ik één toevoeging bij maken. En dat wil zeggen dat hier op een aantal plekken, zoals wij dat noemen, natuurvriendelijke oevers worden aangebracht. Dat is in de overleg met het Hoogheemraadschap bepaald. Want dat zijn natuurlijk toch wel nieuwe ontwikkelingen, nieuwe inzichten. Door het toepassen van natuurvriendelijke oevers hou je schoner water. En hou je ook water wat geschikter blijft voor dieren, vissen en andere dieren. Over de spoorsingel komt een nieuwe brug. Want de huidige Hoevebrug wordt vervangen. Ook de brug over de Proveniersingel wordt vervangen. Dit is trouwens een monument. Het is wat we hier een takkenbrug noemen. Het is een echte oorspronkelijke takkenbrug. En die wordt dus vernieuwd omdat die daaraan toe is. Maar het blijft dezelfde uitvoering omdat het een brug is die onder monumentenzorg staat. Dit is echt het laatste stukje wat we nog hebben. We hebben nog het Statensingel. Maar laten we eerst dit afmaken en kijken of we een beetje centen kunnen bij elkaar houden om het volgende stukje weer ook te gaan opknappen. Transition Town kijkt terug op het afgelopen jaar. Wat is het doel van de Transition Town? Nou, het doel van Transition Towns
is dat eigenlijk het nastreven van duurzaamheid. En van hoe je in een transitie kan komen naar een betere wereld. Waarin je kan spreken dat er een transitie komt naar een wereld waarin we duurzaam leven zonder verslaving aan olie. Aan fossiele brandstoffen. Op dit moment is er heel veel wordt er gedaan aan duurzaamheid. Het is een mainstream geworden. Maar het is in Touw Rotterdam, waar wij er zijn, die probeert eigenlijk van onderaf mensen te inspireren. Dus dat mensen zelf idee krijgen van hé, ik hou van tuinieren bijvoorbeeld. Ik ga een tuintje doen met mijn buren. En daardoor. Daardoor zijn mensen, kun je zeggen, zijn ze zelf in staat om duurzaamheid te bevorderen. Daardoor zijn ze in staat om veerkrachtig te worden in de gemeenschap. Maar een echte transitie waar je zou kunnen zeggen dat onze generaties na ons echt kunnen profiteren van een wereld waar we allemaal met z'n allen gelukkig zijn, dat is misschien een droom. Maar als we met z'n allen die droom hebben, dan kunnen we het misschien bereiken. En zo niet, dan hebben we in ieder geval een fijne droom gehad. En die droom, ik vind dat we dat allemaal zelf mogen nastreven, die droom. En zelf proberen die droom te bewerkstelligen. En dat is denk ik de hart van Transition Town. De dromen over wat je zelf wil bereiken en wat je met anderen kan bereiken. Het gaat goed. De tuin is nu een beetje in herfststatus. We laten de grond voorlopig met rust. We hebben daar wat planten gezaaid om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. En stalmest erop gegooid en een extra laag hooi. Stro. En nu kan het gewoon blijven liggen de komende maanden. En dan kunnen we in het voorjaar kunnen we weer verder zaaien en poten. Er zijn nog wel een paar andere dingen die we ook doen. Zoals over 2 weken gaan we met kinderen van Kindparadijs. Dus allemaal kinderen uit de buurt gaan we naar Manutas toe. Gaan we pindakettingen maken en die volgens in de tuin hangen. Er gaan nog wilgetakken geplant worden, zodat dat volgend jaar levende pergola's worden. Er zijn nog wel dingen aan de gang, maar allemaal winterklusjes. Ja. Het gaat dus allemaal wel goed? Ja, zeker. Zeker. Het gaat goed met de tuin. Er is van de zomer is er veel uitgegeten ook door de mensen uit de buurt. Dus dat is in ieder geval een succes geweest. Maar we zijn dit jaar wel heel veel bezig geweest ook nog met dingen eromheen. Zoals het leggen van de paadjes en metselen van muurtjes. En ik ben wel benieuwd hoe het volgend jaar gaat. Als echt alle aandacht in de planten gestoken kan worden. Dan gaat het waarschijnlijk nog meer leven, nog meer bruisen. Ja. Dus je gaat het nog uitbreiden volgend jaar? Nou ja, we gaan wel. We proberen nu de communicatie rond die tuin goed te krijgen. Zeg maar. Dat de mensen van elkaar weten wie wat gedaan heeft. Wat er nog moet gebeuren bijvoorbeeld. Wat er klaar is om te oogsten. Dat soort dingen. Daarom staat er nu ook een kunstkast in de tuin. Die is verhuisd uit de Inselindenstraat. Met 2 vitrinekasten naast elkaar. En daar komen we op plattegrond van de tuin te hangen. Waarop mensen dan aan kunnen geven waar wat gezaaid is. Dat soort dingen hebben berichtjes voor elkaar achter kunnen laten. En op die manier de communicatie rond de tuin ook goed rond te krijgen. Wat spreek je erin aan? Ik vind het heel erg interessant omdat het een goed initiatief is om mensen bij elkaar te brengen. Sowieso wordt alles gestroomlijnd door geld. En mensen zijn bang in hun huis en willen niet hun buurtbewoners kennen. Maar met zoiets om meer groene te maken wordt het ook veiliger. En zullen mensen ook meer op hun gemak voelen. Dus ja, dat is wat ik het interessant aan vind. Dus het helpt ook om de buurt positiever te maken? Ja, zeker. Ik neem aan van wel, want ja, als je iets samen iets opbouwt en je geeft het gezamenlijk aan elkaar, dan dat geeft gewoon positieve energie natuurlijk. Ja. En kunnen mensen ook zelf eten? Nou, dat is de bedoeling van wel. Dat is wel de bedoeling, uiteindelijk.